Yo kijkers van Sick Legends 01, leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Mijn naam is Jordi, Minecraft naam is Jordi010. Ik ben van het kanaal Treu Gamers en ja, ik ga wekelijks voor jullie proberen Minecraft Tekken te uploaden, tutorials en Tekken Survival. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. In deze eerste Tekken tutorial ga ik jullie laten zien hoe je een query maakt. Voor een query hebben we nodig de query zelf. Die plaatsen we gewoon gelijk. Wanneer je die plaatst, dan heb je gelijk ja, deze randen eromheen. Die lijnen, zeg maar. Oh, foutje. Wat we nog meer nodig hebben is een engine. Het is allemaal niet zo moeilijk. Ik gebruik nu even een redstone engine. Het slimste om te gebruiken is een steam engine in survival, want die is lekker goedkoop. Maar ik gebruik nu een redstone engine, omdat dat net wat sneller gaat. Ik doe er 3. In survival kan je er ook 2 gebruiken hier, of 1 hier en 1 hier. Maakt allemaal niet uit, maar ik gebruik er nu even 3. Wat we dan nog meer nodig hebben is een lever. Die pak ik er ook bij, een lever. Hier, en dan... ja, gaan we ze even aanzetten. Die aan en deze aan. Als je dan goed kijkt, dan zie je ze straks ineens gaan bewegen. En dat is goed, want doordat dit gaat bewegen, doordat de motor energie gaat maken, wordt de query gepowered. Waardoor ja, gaat hij de query maken, want hier zie je dan straks allemaal buizen. En wat een query doet, is heel simpel. Oh kijk, je ziet ze nu dus bewegen. En waardoor er kracht komt in de query, waardoor de query kan gaan bouwen. Maar wat een query dus doet, is mijnen. Er komt straks een hele, ja, heel set van oranje buizen hier. Brrrt. En daar komt dan een pijp, of een, ja, ook een buis met een laser. En die haalt dan alles in dit gebied weg. Het nadeel ervan is dat je daarna een grote vierkante kuil hebt als die klaar is. Want hij gaat gewoon helemaal door tot het einde. Dat is nu niet, want het is nu maar 3 diep. Maar anders zou die helemaal doorgaan tot de bedrock. En dan zou die daar gaan stoppen. Maar dit is wel even leuk om te laten zien zo. Wat je dan nog meer kan doen is een chest erbij pakken. Een chest, want anders zou die nu alles in de lucht gaan spuiten. Alles wat hij dan oppompt, dat spuugt hij zo de lucht in. Dus wat je dan nog kan doen is een chest. En dan kan je nog een transportpijp pakken. Transportpijp, even kijken. Stone doen we nou even lekker gebruiken. Die klik je gewoon hier aan vast zo. Hup. En dan tik, 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 tik. En als het goed is, moet dan alle items die uit de query komen, gaan hier doorheen. En dan in deze chest. Dit kan je ook heel mooi onder de grond laten gaan en zo naar je chest room. Bijvoorbeeld. Maar dit is even snel om te laten zien hoe het werkt. Ja, zoals je nu ook al hebt gezien, begint de query zichzelf in elkaar te zetten. Even deze slijm weg, ga weg, je verpest me. Opname. Zo. Nou, zoals je dus ziet, begint de query zichzelf in elkaar te zetten. Dat is hartstikke handig. En ja, zelf hoef je eigenlijk niks te doen. Ik zal nu nog even laten zien wat je allemaal nodig hebt voor om de steam engines te maken, de query te maken. Oh shit. Kut. File query. Nice. Kut. Ah, nice. Ik hoop dat hij gelijk weer verder gaat. Ik heb geen idee. Zie ik zo wel. Ik zal even laten zien wat je allemaal nodig hebt voor een query te maken. Daarvoor ga ik naar E en dan ga ik naar Options. Doe ik cheat mode naar recipe mode veranderen en dan gaan we kijken. Een query, dat is nummer 1 wat we nodig hebben. Dat maak je door een iron gear, een gold gear, een diamond pickaxe en een redstone.
nou ja, hoe je de iron gear maakt, maak je door iron en een stone gear. En een stone gear maak je door een wooden gear en een cobblestone. En een wooden gear maak je door sticks. Spreekt allemaal best wel voor zich. Dus zo maak je dus een quarry. Dan krijgen we een chest. Nou ja, dat weet iedereen denk ik wel. Chest maak je gewoon door 9 hout zo in een vierkantje en dan middelste vrij te laten. Spreekt ook wel voor zich. Een lever maak je door een stone en een stick. Ook op zich best logisch. Wat we dan nog meer hebben is een stone transportpijp. Die hebben we hier. Die maak je door glass en 2 stones ernaast. Smoothstone, dat wel, daar moet je dan wel op letten. En dan gebruiken we een steam engine, want die is het goedkoopst. Steam engine, die maak je door 2 stone gears, een piston, een glass en 3 cobblestone. Stone gear maak je weer door wooden gear met cobblestone. En wooden gear maak je door sticks. Volgens mij heb ik dan alles wel gehad. Ik zal even kijken nog voor de zekerheid. Ja, dat was het. Ik zal nu even wachten tot de quarry het doet. En dan, ja, dan zien jullie me zo weer terug. Ja, tot zo. Oh ja, je ziet nu ook dat de quarry of de engines, die beginnen nu groen te worden hier. Dat betekent dus dat ze een beetje opgewarmd zijn. En je ziet ze nu ook sneller gaan. Dan hiervoor. Ze worden volgens mij ook nog rood. En dat betekent dat ze echt helemaal in topconditie zijn. Dus dan gaan ze nog sneller. Waardoor de quarry zich nog sneller in elkaar zet. En aan het einde ook nog sneller mijnt. Dat wil ik nog even laten zien. En ja, dan zien jullie me zo terug wanneer de quarry klaar is. Yo, daar ben ik weer. En zoals jullie zien, de quarry is begonnen. Je ziet al het dirt hier door de quarry heen gaan. Zo in de buizen. En zo de chest in. Zoals je ziet, nou al 20. Deze zijn geel geworden. Deze is geel geworden. Ik heb hier even voor de grap een steam engine neergezet. Met kool erin. En een, ja, en ik heb hem gewoon aangezet. Ook met de lever. En dan, ja, je ziet hier de quarry aan het werk. Hij is nu bezig met de dirt weghalen. En dan moet hij weer dirt weghalen. En dan is hij bij de bedrock. Dat komt omdat ik nu in Flatworld zit. Maar als zou je normaal in een normale wereld dit doen. Dan, ja, pakt hij alle diamonds en alle dingen. Zoals jullie ook zien, ik ben hier alweer met iets anders bezig. Maar dat is voor de volgende tutorial. Bedankt voor het kijken. Ja, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal Treu Gamers. Staat vast wel in de beschrijving. Sick Legends, bedankt voor deze, ja, bedankt voor deze kans dat ik deze serie mag uploaden. En dan, ja, hoop ik jullie snel weer te zien. Ik hoop dat jullie het snappen. Ja, is er iets fout gegaan of snap je iets niet? Zet het in de reacties en dan kom ik zeker helpen. Ja, peace out.